Singapore. Ik ben verdorie in slaap gevallen, zeg. En wat had ik een rare droom. Wat is dat? Dag, mijn lieve kind. Ik hoop dat het leuk is op jullie ruimteschip. Ik heb nog een verrassing voor je. Een cadeautje. Zie je dat schilderijtje met die eenhoorn? Draai dat maar eens om. Je weet nooit waar het goed voor is. Dikke zoen. Mama. Een spiegel. Zou mijn mama nu bedoelen dat ik niet genoeg in de spiegel kijk? Nee. Oh, oh. Dat bedoelt ze niet. Wie ben jij? Ik? Ik ben een toverspiegel. Oei. En ben jij dan niet gevaarlijk? Gevaarlijk? Maar nee. Mama's geven toch nooit gevaarlijke cadeautjes? Zeg, toverspiegel, wij zijn nu al 10 weken onderweg met ons prachtige ruimteschip te Singapore en met al onze dieren erbij. Hè? We gaan op vakantie naar de planeet Azifrika-Meropa. Azifrika-Meropa? Het schijnt daar prachtig te zijn. En onze piloot, kapitein Charles, zegt dat we er bijna zijn. Hè? Pauze. En gaan met de banaan. Oh. Yes! Kapitein Charles is de beste ruimteschippiloot die er is, toverspiegel. Huh? Oh, zeg. En ik heb ook een nieuwe handtas. Wauw. Oh. Oh, het is hier zo gezellig. Echt waar, het gaat heel goed met onze dieren. Boer Toon en Torre Tormans zijn net de koeien aan het melken. Ja, dat doe ik toch graag, hè, dat koeien maken. Ja, maar snoeien of sproeien op bloemen die bloeien, kan mij toch meer boeien. Waarom? Boah, dat loeien van die koeien begint toch snel te vermoeien. Oh. Oh, daar komt iemand aangevlogen. Kunt u de deur van uw ruimteschip onmiddellijk openmaken? No problemos. We hebben bezoek. Tot later, toverspiegel. Tot later, Specie. Oh, zit je al terug? Handtas vergeten. Welkom. Dat is boer Toon,
dat is Toro Tormans en ik ben Specialia van der Geit. Maar je mag ook Specie zeggen als je dat gezelliger vindt. Ik ben koning Sop van de gelijknamige planeet. Hou het proper! Hou het proper? Ja, dat zeggen wij op Sop als wij goeiedag willen zeggen. Hou het proper! Hou het proper! Een koning zich. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Rampen. Het is afschuwelijk. En ik zou het daar heel graag met jullie eens willen over hebben. Oei, majesteit, kom. We zullen je gauw een kopje koffie geven. Ik ben dus koning Sop. Ik ben de koning van de planeet Sop. En wat ik allemaal heb moeten meemaken. Oh, jongens toch. Oei. Oh, die man heeft veel verdriet, denk ik. Enorm veel verdriet. Ah ja, want er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Hoe weet jij dat? Omdat je dat juist zelf hebt gezegd? Nee. Jij zegt die dingen omdat jij zelf die verschrikkelijke dingen hebt veroorzaakt. Is het niet, schurk? Hè? Kom, vertel het maar allemaal. Dat zal opluchten. Raak me niet aan! Wie weet op voor een verschrikkelijke vieze, vuile bacteriën zitten er allemaal aan jullie handen. Of microben waar ik heel erg ziek van word. Oh, nee, ik voel het al komen. Hè. Oh, nee, ik word ziek. Nee. Maar wat is er dan gebeurd, koningsop? Mijn prachtige planeet is vernield! Dit is wat er gebeurd is. Dat is volgens mij een bananenschil. Ja, dat weet ik ook wel. Ik heb trouwens helemaal niet gevraagd wat is dit. En toch moet jij per se zeggen, dat is een bananenschil. Ik weet toch wel dat dat een bananenschil is? Denk jij dat ik dom ben of zo? Jij bedoelde het goed, majesteit, maar wat is er dan met die bananenschil? Maar die lag op de grond! Die lag op de grond van mijn planeet! Zomaar! En ik zag die uit jullie ruimteschip vallen. Oh. Ja, dat moet een ongelukje geweest zijn, majesteit. Oh, sorry. Sorry, majesteit. Sorry? Voor sorry is het nu te laat. Ik ga jullie straffen. Ik ga jullie allemaal veranderen in ijsjes. Oei. Ja. Zo doen wij dat op Sop. Wij veranderen misdadigers in ijsjes. Wij vinden ijsjes heel lekker. In een ijsje veranderen? Oei. Maar ik lust helemaal geen ijsjes. Zeg maar, die ijsjes, is dat met hoorntjes of waterijsjes? Ik zal ze even laten zien. Kijk. Dit zijn de ijsjes die we hebben. Lekkere ijsjes met een koekje erin. Hoorntje, de twist, raket. Vooral deze. Deze was echt heel erg lekker. Deze was ook lekker, maar vooral deze. Dat was het eerste ijsje en het eerste ijsje is altijd het lekkerst. Bij ons krijg je gewoon een boete als je ergens zomaar vuil achter. Ja, ik weet het. Maar boetes zijn helemaal niet lekker. IJsjes wel. Maar of hè? Wat moeten we nu doen? Ik kan een bom maken. En dan maak ik een kanon. En dan schieten we die bom af op die koning. Man. Ik heb een plan. Jij gaat een ijsje halen uit de diepvries. En dan zeg jij dat ik dat ben. Jij? Ja, dan hoeft hij mij niet meer in een ijsje te veranderen, want dan ben ik er alleen. Ja, dat is wel een slim plan. Ja, een slim plan. Ik ken iemand die een wilde tijger wou vangen met een schoendoos. En die dacht ook dat een slim plan was. Ja, maar ik wil maar zeggen. Ella! Waar gaan we naartoe? Ik moet even... Hij is vergeten waar dat hem naartoe moet. En nu gaat hem daar naartoe om te kijken waarom dat hem vergeten was waar dat hem naartoe moest. Snapte? Kom eens hier. Kom eens.
Kom. Kom eens. Weet u dat ik mijn planeet elke week poets? Van boven tot onder. Eerst stofzuigen en daarna met warm water en zeep. Elke week? Tuurlijk. Heel uw planeet? Tuurlijk! Mijn planeet, dat is de mooiste, de schoonste, de netste, de properste van heel het heelal. Allee, zeg. En dan vliegen jullie daarover en dan een beetje bananenschillen opgooien. Kom nu eens mee. Kom eens. Kom eens kijken. Kijk eens, wat voor een vieze, vuile, smerige, stinkende plek die bananenschil heeft achtergelaten. Zie je daar, linksboven dat ijskarretje? Zie je het? Wat voor een vieze, vuile, smerige, stinkende plek die bananenschil gemaakt heeft. Ach, ik zie niks. Dus jij bent niet alleen een vuilaard? Jij bent ook een leugenaar. Hm? Ah, jij bent terug. Hou het proper. Hou het proper. Hou het proper. Hou het proper, koningsop. Koningsop, wij hadden uw planeet nooit vuil mogen maken. Sorry. Sorry. En om het goed te maken en om je een beetje te helpen, heb ik alvast specie veranderd in een eisje. Alsjeblieft. Lekker. Lekker. Oh, speciaal ja van der Geit is echt heel lekker. Maar ik ben wel nog altijd kwaad, kijk maar. En daarom ga ik jullie veranderen in ijsjes. Jullie moeten die koning een beetje kalmeren. Misschien met een beetje muziek. Koningsop. Koningsop. Hou het proper! Hou het proper! Koningsop, wat dacht u van een beetje mooie muziek? Is dat een drankje of zo? Nee. Muziek, liedjes. Ik heb nooit van gehoord, nee. Op deze planeet kennen ze geen muziek. Dat is raar. We zullen het u uitleggen. Muziek is iets wat je kan horen. Maar zien kan je het niet. Je vangt het op met je oren. En als je zingt, dan heet muziek een lied. Dat gaat van tralalala en van troelalilo. Het is prachtig, vind je dat niet? Dat gaat van tralalala en van troelalilo. Het is prachtig, vind je dat niet? Zeker, dat is... Oh, dat is prachtig. Vooral hoe die klanken in mijn oren gaan zo. Ik word daar helemaal vrolijk van. Doe nog iets wat van die... Dat bestond, dat is... Oh, dat is prachtig. Oh. Mijn armen en mijn benen gaan... Ja. Dat noemen ze dansen, majesteit. Dat noemen ze dansen. Ik ben eigenlijk helemaal niet boos meer. Het is over. Ik wil alleen gewoon weten, voor de sport, wie dat die bananenschil uit het raam heeft gegooid. Ja. Kapitein Charles, heb jij misschien die bananenschellen op de planeet opgegooid? Dat zou wel eens kunnen. Oh, nog twee levens en ik mag naar het volgende level. Maar kapitein Charles, of zoiets doe je toch niet? Hoezo? Ik dacht dat er een vuilnisbak op die planeet stond, you know. Ik heb misschien slecht gemikt. Nu begrijp ik het. Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat dat ijskarretje een vuilbak op wieltjes was. Ja, maar van op die hoogte. Men kan zich vergissen, hoor. Dus u bent niet meer boos? Fijn zo, koningsop. Maar mevrouw, u was in een ijsje veranderd. Ik heb van u geproefd en nu leeft u weer, maar dat is een wonder. Oh, u bent de meest wonderlijke vrouw die ik ooit gezien heb. Je bent zo mooi. Oh, dank u wel. Zeg, en trouwens... Wat vindt u van mijn nieuwe handtas? Oh, dat is de mooiste handtas die ik ooit gezien heb. Stukje vlaai, koningsop? Nee. Op
Sop eten wij geen taart, enkel ijsjes. Specie. Wil jij met mij trouwen en koningin worden? Nee, wacht. Ik zal eerst wat mooie zoemiek maken met mijn mond. Jij was het allerlekkerste ijsje. Jij bent zo zacht, zo heerlijk en zo zoet. Doe zeg toch ja. Anders gaan ze bij die koning wonen. Ja, dan moeten wij alleen verder naar Azifrikan Europa. Ja, en ze is eigenlijk wel leuk. En lief. En slim. En ze heeft zo'n mooie handtas. Specialia van der Geit. Wil jij met mij trouwen? Er is toch geen ijsjes? Ik lust geen ijsjes, koningssop. Ja, dat is wel jammer, want op sop eten wij alleen maar ijsjes. Ja. Spijtig. Ja, dan ga ik naar huis. Het is zaterdag, dan moet ik het zuidwesten van mijn planeet poetsen met een gebroken hart. En met vloerzeep. Arme koning Sop. Nee, het is niet erg, het is niet erg. Want als straks mijn planeet weer helemaal blikt, dan ben ik weer helemaal blij. Hou het proper. Hou het proper, koning Sop. Hou het proper! Eerst nog even zoemiek. Ik ben koning Sop, ik poets, ik poen, ik schrob. Wat vuil en vies is, veeg ik op, want ik ben koning Sop. Hou het proper, hou het proper, hou het proper. Ja, hou het proper, tot ziens, koning Sop. Kapitein Charles, alles is weer in orde, we kunnen weer vertrekken. Weer vertrekken? Waren we dan gestopt? Ik ben koning Sop, zelfs van een vuile mop. Krijg ik hoofdpijn in mijn kop, want ik ben koning Sop. Goh, ik vond die koning wel een lieve man hoor. En zo netjes. Maar ja, ik kon iedereen hier toch niet zomaar in de steek laten. En nu, lieve toverspiegel, vliegen we verder naar Azifrika Europa. Slaap wel. Slaap zacht, lieve specie.